Nog een tekst wat uitgestijgd bij verleden jaar se tekstmark is Marina Albertijn Struwig se Melk en Vleis, wat van jaar bij Aardklop opgevoerd is en verskeie prijzen ingepalm het. Ons het by haar gaan aanklop om meer van hierdie produksie uit te vinden. Melk en Vleis is gebaseerd op die Griekse mythe van Medea. En ik heb dit geskep toe ek my M gedoen het aan de Universiteit van Stellenbosch onder prof Marie Kreer. In die oude geskrifte sê hulle, die mythe is opgevoerd voor Afrikaner mensen lang terug en hulle het dit gehad. En toe wil ek kyk of ek dit op een manier kon doen wat lokaal is en wat toegankelijk is. Ik heb ingeschreven voor die tekstmark, omdat ik geweet het is een platform waar mensen in contact komen met een klomp feestdirecteurs. En dit was een fantastische manier om letterlijk jouw tekst in de markt te hebben en te verkopen. En het is mij in contact gebracht met Alexa van Aardklop, wat bereid was om kans te vatten op mijn debuutproductie. Mijn ginsteling jong dramaturge is Wessel Pretorius, wat fantastische werk doen, en André Gerber. En mijn ginsteling is Marleen van die Kerk. Mijn ginsteling drama is drama wat ik al gezien heb, is Kortstondige Raklewe van Anastasia Wee. Ik denk die theater is ongelooflijk omdat het zo intiem is. En dat is iets half nederig voor mij aan die vergankelijkheid ervan. Je kan niet oor en oor jou fliek kyk nie. Dit is een aand en dan is het voorbij. En die andere reden waarom ik zo mal is, oor is, je kan rechtig in iemand anders' skoenen loop voor een uur en een half en een microcosmos zien van die wereld. Ik denk niks vergelijkt met dit nie. Dit is fantastisch.